Een wijziging van het Surinaams wetboek moet het proces om fouten in bronacties te corrigeren versnellen. Bij deze behandeling van deze ontwerpwet gisteren in de Nationale Assemblée kwam naar voren dat er 21.000 bronacties zijn met fouten die gecorrigeerd moeten worden. VHP-parlementariër Nisha Jakri zegt dat deze fouten stagnerend werken bij de administratie, met als gevolg dat het publiek moeilijk haar zaken kan regelen. Vooruitlopen op de algehele revisie van de burgerlijke wetboek wordt getracht middels enkele minimale wijzigingen toch enige verlichting te brengen in de aangelegenheden de burgerlijk stand rakende. Voorzitter, als ik artikel 76a lid 1 lees, kennelijke schrijf- of spelfouten in namen van personen of plaatsen of misslagen betreffende data of andere gegevens, dan wel combinaties hiervan en meerdere akten, kunnen zonder tussenkomst van de rechter verbeterd of doorgehaald worden. A. Ambtshalve door de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de registers berusten, of de bewaarder der registers middels het plaatsen van kantmeldingen. Of op aanwijzing van de directeur van Binnenlandse Zaken of de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Voorzitter, dit artikel is aangepast omdat in de praktijk is gebleken dat veelal fouten zijn in namen van personen en of plaatsen die, hoewel aantoonbare fouten zijn, toch niet in aanmerking komen om ingevolge dit artikel te worden gewijzigd en de belanghebbenden aangewezen zijn op de kantonrechter. Ook waarover duidelijke sprake is van een aantoonbare ambtelijk fout, kan de directeur van het CBB niet ingrijpen. De wet in de gewijzigde vorm biedt wel de gelegenheid daartoe aan de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Ook combinaties van fouten zou nu door deze ingreep kunnen worden gecorrigeerd. Minister Bronte Sommaharje van Binnenlandse Zaken zegt dat het huidige systeem om actes te corrigeren niet het gewenste resultaat oplevert, omdat het gepaard gaat met veel papierwerk. Gelet op het aantal gevallen dat wordt afgehandeld, is er toch van belang om niet alleen de directeur van CBB hiermee te belasten, maar ook de directeur van Binnenlandse Zaken. Dit zal zorgen voor een flexibele afhandeling, vooral bij afwezigheid van de directeur van CBB. Bij het huidige systeem, dat moet leiden tot verbetering van de akte, is er een rapportageplicht naar de PG. Dit systeem levert niet het gewenste resultaat op, omdat dat gepaard gaat met veel papierwerk en zorgt voor veel stagnatie. Het doel van de wet is om alleen correcties door te voeren waarbij er andere documenten overlegd kunnen worden dat het een ambtelijke fout betreft. Het gaat hierbij niet om diepgaande fouten die een probleem zouden opleveren waarbij er sprake kan zijn van identiteitsverandering. Indien er sprake is van vervalsing in de brondocumenten, is dat reeds een strafbare handeling en een extra vermelding hierbij zou niet noodzakelijk zijn. Indien de wet wordt aangenomen, zal de lange gang naar de rechter voor aantoonbare fouten niet meer nodig zijn.